Nederland is nu een paar weken in de greep van het coronavirus en dat heeft heel veel gevolgen. In de maatschappij, maar ook in het zakenleven en ook in de transportonderneming. En daarom ga ik in een nieuwe serie op YouTube korte gesprekken aan met transportondernemers. En de eerste die ga ik zo houden, dus ben benieuwd. De eerste 5 minuten coronatalk op ttm.nl. We doen dat met Arjan Maat van transportbedrijf Maat uit Alblasserdam. Arjan, van harte welkom. Ja, goedemorgen. Kun je me goed horen? Kun je me goed verstaan? Alles is erg duidelijk met deze moderne middelen van tegenwoordig. Oké, super. Hartstikke goed. Ik heb een paar vragen voor je en het heet de 5 minuten talk. En het is ook echt met 5 minuten. Dus ik heb mijn kookwekker uit de keuken gehaald. En die ga ik nu even inzetten op 5 minuten. Hartstikke goed. En dan gaan we nu van start. Met 5 minuten ben je weer van me af. Ja. Dus hij meldt zich vanzelf, de kookwekker. Goed. Is goed. We zitten nu ongeveer 3 weken in een soort semi-lockdown met het coronavirus. Nou, dat heeft ook invloed op jouw bedrijf. Wanneer kon je dat voor het eerst merken, die eerste effecten van het coronavirus? Nou, de eerste effecten waren eigenlijk gelijk vanaf het begin. Omdat je personeel natuurlijk ook overdonderd wordt met iets waar we nog nooit mee te maken hebben gehad. Maar werktechnisch gezien, eigenlijk was de eerste week van de semi-lockdown eigenlijk gewoon nog behoorlijk druk. Maar we zagen het de weken daarna gewoon steeds verder ietsje teruglopen. Niet dat we nou zozeer klanten missen of dat die gesloten zijn. Maar je merkt gewoon dat ze allemaal een tempo lager gaan draaien. Of werken worden uitgesteld. Of ze hebben te maken met ziektes in het bedrijf. Nou ja, er zijn allerlei moverende redenen. Maar daar hebben wij steeds ietsjes meer last van. Maar we draaien nog wel. Oké, okay. Jullie doen heel veel verschillende segmenten. Je hebt transport, je hebt exceptioneel transport, techniek, onderhoud, heftrucks, warehousing. Welk segment kon je het meest aan merken? Nou, het zijn eigenlijk 2 segmenten waar je het behoorlijk aan merkt. Dat is enerzijds onze heftruckafdeling. We hebben een verhuurafdeling van industriële heftrucks. Dat draait gelukkig nog. Maar we hebben ook veel ruwterrein materiaal, zoals verrijkers, ruwterrein heftrucks, die echt ingezet worden vanaf maart in de evenementen. Ja, dat ligt gewoon helemaal stil. En ons wegtransportbedrijf heeft, we doen veel voor de industrie. Ja, daar zie je het gewoon. Ja, projecten worden uitgesteld of worden direct gestopt. Daar merk je wel gelijk een beetje afname. Oké, en hoeveel is die afname dan? Kun je een bepaald percentage omzetverlies geven? Het is ook een beetje daghandel. Hè. De ene dag is wat beter dan de andere. Maar hou het zo tussen de 15% en 20% tot op dit moment. Maar we verwachten de komende weken dat het toch wel nog verder zal aflopen. Oké, dan moet je maatregelen nemen. Nou heb jij afgelopen week een brief gestuurd naar je personeel. Die is ook in de pers terechtgekomen. Daarin kondig je aan dat je vakantiegeld wil uitstellen en vakantieverlof wil intrekken voor komende zomer. Is dat echt nodig om meteen met dat soort maatregelen te komen? Ja, dat is een vervelend akkefietje. Maar het is misschien wel een mooi medium om dat gelijk helder te trekken. Ja, wat doe je als directie? En ik vind ook dat je als directie, maar dat zal elke ondernemer, werkgever denk ik beamen. Je wordt overvallen met iets en dan breng je alle risico's, alle scenario's breng je in beeld. En 2 weken geleden hadden wij een scenario ook bedacht. Dat wij vermoeden dat het openstaande debiteurensaldo ook wel een vertraging op zou kunnen lopen. Dat het dat momentum van binnenkomst. En op basis van alle andere risico's hebben we gemeend ons personeel op basis van volledige transparantie te informeren over 2 maatregelen. Enerzijds het vakantiegeld. Achteraf hadden we de bewoordingen iets anders moeten duiden, maar het was niet anders bedoeld dan dat wij de mogelijkheid willen openhouden om mogelijkerwijs om onze liquiditeit goed te managen, het vakantiegeld mogelijk een week of wat later uit te keren. Geheel om de continuïteit van het bedrijf, inclusief de medewerkers, te borgen. En het andere was de vakantieverloven. Ja, wij schatten ook in dat het op een moment weer gaat draaien. En het mogelijkerwijs in de vakantieperiode valt. En ik het risico niet wilde lopen dat 30 tot 40 mensen van mijn bedrijf op hetzelfde moment het bedrijf zouden verlaten om van een vakantie te genieten. Waarbij ik inschat dat de werkzaamheden dusdanig zijn dat ik graag mijn klanten op dat moment wil bedienen.
Ja, het is niet... Mag ik een vraag? We hebben nog 1 minuut. Dus ik wil even nog een snel tussendoor vragen. Ja. Als je al zo snel moet denken aan je liquiditeit, ging het dan daarvoor ook al minder goed? Niet. Helemaal niet. Maar het is een gezond bedrijf. We hebben 86 jaar nog geen minuut te laat ons salaris of vakantiegeld betaald. Er is hier vooralsnog helemaal niets aan de hand. Alleen, ik zit hier niet om achterover te leunen. Regeren is vooruitzien. En ik heb gemeend deze maatregelen ook kenbaar te maken, zodat mijn personeel zich daar ook goed op kan voorbereiden. Niet meer, niet minder. En wij staan er in die zin gelukkig financieel goed voor. Oké. Zie je ook goed... Sorry, misschien een kleine toelichting op het moment dat het gewoon de liquiditeit er dan is. En dan maken we het gewoon over, ook op de datum dat het vakantiegeld overgemaakt moet worden. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Oké, we kunnen nog net 1 vraag doen. Oh, daar gaat de kookwekker. Maar ik denk dat we nog net 1 vraag kunnen doen. Mooi. Ik zet hem even stop. Zie je ook goede kanten aan de crisis voor je bedrijf? Zie je positieve ontwikkelingen? Ja, zeker. Thuiswerken, maar dat zal ook elke werkgever beamen. Dat werkt. Je wordt gedwongen om dat te doen. En volledig terecht ook. Maar het werkt ook efficiënt. We maken veel gebruik van Microsoft Teams. Ook dat werkt zeer efficiënt. Ik merk, we hadden hier al een uitstekende sfeer binnen het bedrijf, maar dat ook gewoon nog meer verbindt. Helaas door vervelende omstandigheden. De samenwerking en je ziet mensen creatief worden. En we kunnen ons ook focussen op een wat betere toekomst. Doordat iedereen zich nu goed kan voorbereiden, dingen kan opruimen. Dat zijn de mooie dingen. En er ontstaat ook... veel creativiteit om onze medemensen die het toch wat moeilijker hebben in dit dorp ook te helpen. Zo gaan we met een verrijker bij het bejaardenhuis langs om dierbaren van de wat ouderen dicht bij het raam te kunnen zetten. Om even toch gedag tegen opa en oma te kunnen zetten. Is ontstaan op initiatief van ons personeel. Kijk, nou dat zijn hele mooie dingen om te melden. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. We hebben het iets meer dan 5 minuten gemaakt, maar het was de eerste keer, dus we zullen het toch uitproberen. Ja. Hartelijk dank en veel sterkte, veel succes in deze crisis, veel wijsheid gewenst. Dankjewel en veel succes ook en sterkte en gezondheid vanaf deze zijde. Gezondheid ook. Dankjewel. Okay, dankjewel. Hoi, hoi. Dag.